Ik geef toe, ik was niet altijd de beste in relaties, maar wie bracht jou naar school in de ochtend op de fiets? Het waren periodes toen hadden we beide lief. Even de boom vasthouden. Welkom, welkom, welkom dat je kijkt. Welkom, welkom, welkom dat je kijkt. Jongens, welkom. Welkom dat jullie er weer zijn. En je ziet het, ik heb rozen, ik heb ballonnen. Ik heb maar 2 ballonnen, het budget was een beetje op, daar niet van. Maar welkom dat je kijkt naar All You Need Is Tip. Er zijn 100 aanmeldingen gekomen, 500, genoeg. Ik heb exen gezien, ik heb zelfs filmpjes gekregen dat exen gingen huilen en dat ze hun ex terugwouden. Ik weet niet wat er allemaal is gebeurd, maar ik moest natuurlijk wel eerst mezelf helpen. Want jullie weten wat er aan de hand is, jullie weten wat er speelt. Dus ik dacht bij mezelf van, laat me eerst even mezelf gaan helpen. Ja, de situatie tussen mij en Femke is, hoe moet ik het vertellen? Ik zit gewoon in mijn eigen programma en ben ik gewoon de hoofdrol. Ik moet gewoon vragen aan mezelf stellen. Maar ja, we hebben 3,5 jaar een relatie gehad. 3,5 jaar lang. We hebben zoveel meegemaakt, echt zoveel meegemaakt. En we zijn samen natuurlijk bekend geworden. We zijn van niets naar iets gekomen. Het doet me toch wel wat dat ik nu hier sta. Om mezelf eigenlijk soort van te gaan helpen. Op een gegeven moment, ja, zegt zij dan dat zij geen gevoelens meer voor me heeft. Wat is dat, jongens? Heeft of heb, ik weet het niet. Maar dat maakt niet uit. Ja, zij zei dat op een gegeven moment tegen me. En toen, ja, toen werd ik geblokt overhoop. Ik ben niet altijd de beste geweest in de relatie. Dat geef ik ook gewoon natuurlijk toe. Daar heeft ze ook gewoon gelijk in. Maar ik bedoel, ja, dat je het opeens zo kan achter je laten. Zo van, fjoep, fjoep, fjoep. Zo van, fjoep. Dat snap ik ook niet, man. Ik bedoel, je kan niet zomaar iemand waarmee je echt alles hebt meegemaakt achter je laten. Ja, en weet je wat het is? Misschien was ik er ook niet altijd voor haar op momenten wanneer ik er wel moest zijn. En misschien zat ik ook wel te veel op haar lip. En misschien mocht ze ook bepaalde dingen niet van mij wat juist wel moest. En daar geef ik haar ook gewoon gelijk in. Hoe het allemaal dan daarna is gelopen vind ik toch wel, ja, gewoon jammer, man. Ik bedoel, ik kan niet even leuk meer op haar Instagram even kijken naar fotootjes of zo als ik even in mijn bed ligt. Want ik ben geblokt. Ik moet een nep-account aanmaken, jongens, om te checken. Nee, grapje, dat doe ik natuurlijk niet, maar ja, ik geef ook wel gewoon toe dat ik ook wel fout heb gemaakt. En dat geef ik ook gewoon echt toe. En zo iemand ben ik ook wel die dat gewoon zegt. Maar jongens, even genoeg emo gepraat en al dat gedoe. Even leuk, even weer vrolijk. Doe even een blauw duimpje omhoog hieronder. Maar wat ik wil gaan zeggen, wat ik heb bedacht dan. Het is een hele spannende dag, het is warm. Ik zweet me echt de kleren in dat pak, maar dat maakt helemaal niet uit. Wat ik heb bedacht voor Femke is een gedicht. Ik heb een gedicht geschreven. Nou ja, ik heb nog geen gedicht geschreven. Die ga ik zo meteen schrijven aan het water. Even een mooi puntje, even lekker water en zonnetje op me. Ik ga een gedicht schrijven wat ik ervan vind. Wat ik eigenlijk kwijt wil aan haar. En daar zit ik al best wel lang mee, vind ik. Het is al ongeveer 1,5 maand soort van uit. Ik kon trouwens ook een diss track maken. Of een liedje, maar ik dacht bij mezelf, jongens, verleden tijd, geen diss tracks, geen liedjes. Dus ik doe maar een gedicht. Ik bespaar jullie ook even de oorziektes, wat jullie altijd zeggen van ja, ik heb weer oorziekte en ik moet weer oordopjes kopen en dit dat. Geen diss tracks, dus geen diss track. Duidelijk? Nou, toevallig, het ligt al klaar. Wie heeft dat nou gedaan? Ik ga er even voor zitten hoor. Hier zit ik dus altijd om inspiratie een beetje te krijgen. De natuur. Hey jongens, we zijn nu in de buurt. Het is daar ongeveer omdoek. Het is wel nog een stukje rijden met de auto. Maar
Ik zeg heel eerlijk, ik ben heel, heel zenuwachtig. Ik bedoel, ik heb Femke gewoon 3-2 weken niet gezien en dan gaat ze me gewoon zien in een hatjespak. Ik heb ook maar dat blaadje heb ik ook maar weggegooid op het gedicht. Het is toch 2018, dus ik heb het op mijn mobiel gedaan. Het gedicht staat hier. Ik heb net al een stukje laten horen, zoals jullie weten. Ik ga het niet helemaal laten horen. Dat is gewoon straks aan Femke de kans om het te laten horen. En aan jullie. Ik ben heel zenuwachtig. Jongens, we rijden erheen. We rijden gewoon nu naar de plek waar zij zich bevindt. Ik heb hier hartjesballon, ik heb alleen geen touw, dus ik kan die hartjesballon niet eens meenemen. Maar ja, je ziet het, ik heb het wel. Heb je de bloemen? Wat? De rozen? Maar het klopt. Heel snel. We zijn nu in de buurt, gelukkig heeft de auto geblinde ramen. Ik zie allemaal mensen hier. Dit wordt echt wat, man. Even serieus, ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. We gaan kijken als die auto er is. Maar als die auto er is, dan weten we gewoon dat ze er is. En dan moeten we gewoon gaan wachten. Dan moeten we gewoon gaan wachten voor de deur totdat ze naar buiten komt. Ja, dan is het gewoon tijd, man. En we gaan nu kijken als die voor mij zie ik hem. Nooit! Wat? No. Weg even. Ik sta nu voor mijn ex in de auto. Jongens, ja. Ik weet het even niet meer, man. Ik zweet me echt de pleuris. Dat ten eerste. Ik weet het gewoon even niet, oké? Ik tril helemaal, man. Ja, ik denk dat dit wordt wachten, man. Ik zag ook gisteren op haar Instagram story dat ze een award heeft gewonnen of zoiets. Gefeliciteerd trouwens. Gefeliciteerd. Maar ja, dat maakt allemaal geen ene bal uit. Ik denk dat we moeten gaan wachten, man. Wachten tot ze naar buiten komt. En als ze naar buiten komt, dan naar de toestappen, man. En dan het gedicht voorlezen als het allemaal lukt. Ik denk dat ik heel erg ga stotteren. We zitten nog steeds te wachten. Ik zit al zeker 20, 25. Ik hoor een auto. Shit. Ik zit al zeker 25 minuten te wachten voor die deur. De auto staat er sowieso nog. Zit nog niet naar buiten gekomen. Spannend. Dit is wel heel spannend, man. Ik weet ook niet, weet je wat het is? Ik weet ook niet met wie ze naar buiten komt. Komt ze alleen of komt ze met een van haar mensen? Ik ga naar de toestap, ik weet niet hoe ze gaat reageren misschien. Ja, ik sta helemaal te trillen, ik weet niet. Het is nou niet dat ze daarna mij in de armen vliegt of van hey Tim, ik wil je terug. Dat niet, maar ja, je weet maar nooit, hè. Je weet maar nooit hoe het allemaal gaat aflopen. Jullie weten het, al je niet is Tim. Dus ja, als je mij nodig moet hebben, dan moet je gewoon even mailen ergens hier. Dan kom ik jou ook even helpen. Yo, Fem! Ik heb een gedicht. Alleen een gedicht, ik ga niks doen. Ik heb alleen een gedicht. Kan ik een gedicht voorlezen? Alleen een gedicht, oké. Okay. Je moet wel even kijken, alleen een gedicht. Ik ga alleen een gedicht voorlezen. Let op dan. Oké, sorry Fem, voor alle dingen die ik deed. En je weet, ik ga je missen, maar je laat me in de steek. Want ik kan niet voorspellen dat Busy dit met ons deed. Het is een zakenman, dus zijn visie is concreet. Wat ik deed met die oorbellen was een fout. Hoe kan je de relatie breken van degene die je naam heeft opgebouwd? En ik haat je niet, zonder mij had je nog een saaie baan. Toen was je bloemist, nu kent iedereen je naam. Je moet wel opletten. En ik haat je niet, maar zonder mij... Wacht, ik geef toe, ik was niet altijd de beste in relaties. Maar wie bracht jou naar school in de ochtend op de fiets? Dat waren periodes, toen hadden we beide niet. Even de bloem vasthouden. Je moet het even vasthouden. Fem. Je moet het even vasthouden. Wacht, ik leg het even hier neer. Oké, dan gaan we verder. Nu is het uit, dus waren er gevoelens, was het niet. Tussen haat en liefde is zelf verdriet. Haat is blijven haten, zelfs als ze Tim niet meer zien. En ja, ik claim je te veel en zat te veel op je lip. Ik zie je laatst uit met rappers. Wat gebeurd is, ik weet niks. Oké, volgende. En ik gun het je wel, je doet je best. En dat vind ik goed. Maar... Wacht, doe de trouwring af als je het met anderen doet. Oké, maar we moeten door, dat heeft Ems al lang verteld. Ik geef je succes en veel gezondheid en geld. Nou, dat was het gedicht eigenlijk. Mijn stropdas is afgevallen. Wat vind je ervan? Eerste reactie? De reactie graag? Geen reactie? Ik zie dat je wel pissie wil lachen.
goed. Dat was het? Ja, ik ben echt gewoon... Maar wat vond je van het gedicht? Ja, mooi, maar het klopt niet echt. Je vond het niet echt rijmen? Ja, wel, maar het klopt gewoon niet. Maar je hebt wel met trouwring af als je het met anderen doet? Trouwring? Of je hebt al de ring af? Nee, ik heb het niet om. Oh, je hebt het nog om. Je hebt nog de ring om. Maar als je dan met iemand anders gaat daten in de toekomst, moet je het wel even afdoen. Oké. Dan wens ik je veel succes. Maar wacht even voor de camera, hè. Zonder mij was jij ook niemand geweest. Dus ja, ja, ik weet niet wat je precies zegt. En ik heb altijd goed gewerkt voor mijn shit. En jij daartegen niet. Jij hebt mij altijd gewoon gebruikt. Omdat dan ook, als je zo te zeggen. Jij hebt mij gewoon altijd gebruikt voor je video's. En mij ga dan knippen dit. Nee, dat hoef je niet te knippen. Oké, ik laat het erin voor je, ja? Ik laat het allemaal erin voor je. Je hebt gewoon gelijk. Je mag ook gewoon je woordje doen. Je hebt gelijk. We hebben samen gewoon... Hebben we ons groot gemaakt. Je moet niet boos zijn. Ik bedoel, er komt toch ook een pokkel van mij uit? Maar dat is toch een mag ik je niet aanraken? Nee, alsjeblieft. Oké. Ik wens je veel geluk en gezondheid, ja? Ik meen het. En ik hoop dat je dan gelukkig wordt. Fijne dag, hè? Ja, jij ook, met je liedje. Wel die rode, kan je deze wel alsjeblieft meenemen? Deze wel alsjeblieft meenemen. Als je dit gewoon nog bijhoudt, dan... Ik leg het wel achter in je auto. Ik heb zo lang niet in de auto gezeten, dat maakt ook niet uit. Hier, houd dit gewoon naast je. Later, ja. Oké, jongens. Je ziet het. Oké, jongens, ja, wat ze zei, ze heeft wel gelijk. Ze heeft wel gelijk wat ze zegt. Ik ga het ook niet knippen, ik ben een man van mijn woord. Ik bedoel, we hebben elkaar samen grootgebracht. Het was meer van dat het leuk, ja, klinkte in het gedichtje. Dus ja, ik wens je veel geluk, Femke. Ik wens je veel liefde. Ik wens je veel geld toe. Je bent op je money. Dus het doet me wel een beetje pijn, maar ik sta helemaal te shaken, maar ik sta helemaal te trillen. Dat hele gedicht was ook, denk ik, niet goed volgeleed. Voor mij verstonden jullie helemaal geen ene bal ervan. Om de titeling graag alsjeblieft bij dit gedicht. Of einde van de video komt het gedicht nog. Ik ben er weer. Zoals je ziet. Een nasi kip. Of Femka ding. Natuurlijk. Nasi kip. Maar wat ik wil gaan zeggen is. Hoe was het voor mij? Wel een beetje fokt op aan de ene kant. Als je een maand lang niet haar hebt gezien. En je ziet er opeens zo met de camera. Dan is het wel een beetje raar. Want aan de ene kant. Je wilt haar ook op beeld. Maar aan de andere kant wil je ook gewoon gaan praten over, ja, wat is er nou allemaal gebeurd? Hoe is het zo gelopen? Wil je nog iets? Bla 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 bla. Maar dat kan niet. Ik kan niet zo, ik kan dat gewoon niet doen. Weet je, ik heb daar geen macht voor. Ik ben daar niet in de positie voor. Ik kan dat gewoon niet doen. Dus ik heb dat niet gedaan. Zij is weggegaan. Ik ben weggegaan. Ik heb haar mijn rozen gegeven. Ik hoop dat ze wel de rozen water geeft en niet dood laat gaan. Maar ja, voor de rest wil ik gaan zeggen van, doe je ding, Femke. Ik gun je carrière gezond. Ja, ik gun je een gezond leven, geld, gelukkig leven en al dat soort dingen. Dat sowieso oprecht uit mijn hart en dat weet je. Maar daarnaast wil ik gaan zeggen tegen jullie, dit was aflevering 1 van Oh Je Niet Is Tim. Maar je kan je opgeven voor Oh Je Niet Is Tim. Heb jij ruzie met je vriendin? Wil jij je ex terug? Heb jij een flow en je durft niet te vragen aan haar? Mail je nu aan en ik kom je helpen in zo'n pak en ik ga een leuk idee voor je verzinnen. Meld je gewoon aan, misschien zie ik jou dan wel over een week of over 2 weken. Het staat allemaal hieronder, doe gewoon je best. Ik ben sowieso mijn nasi kip aan het eten. Ik ben mijn nasi kip aan het eten, man. En voor de rest wil ik zeggen, doe natuurlijk wel een blauw duimpje omhoog. En na deze video komt nog even het gedicht. Slow motion, als je er niks hebt van verstaan. Dus dan kan je het even rustig op je gemak lezen. En voor de rest zeg ik dan van Vroom. Sorry fam, voor alle dingen die ik deed. En je weet ik ga je missen, maar je laat me in de steek. Want ik kon niet voorspellen dat Busy dit met ons deed. Het is een zakenman, dus zijn visie is concreet. Wat ik deed met de oorbellen was een fout. Maar hoe kan je de relatie breken van degene die je naam heeft opgebouwd? En ik haat je niet, maar zonder mij had je nog een saaie baan. Toen was je bloemist, nu kent iedereen je naam. Ik geef toe, ik was niet altijd de beste in relaties. Maar wie bracht jou naar school in de ochtend op de fiets? Dat waren periodes, toen hadden we beide niets. En nu is het uit, dus waren er echt gevoelens of was het niets? Tussen haat en liefde is het zelf verdriet. Haters blijven haters, zelfs als ze Tim niet meer zien. En ja, ik claimde je te veel en zat te veel op je lip. Ik zie je laatste tijd met rappers. Wat gebeurd is, ik weet niks.
En ik gun het je wel, je doet je best, dat vind ik goed. Maar doe die trouwring af als je het met anderen doet. Maar we moeten door, dat heeft Ernst al lang verteld. Ik gun je succes, veel gezondheid en geld.